Het project waar wij ons voor hebben ingeschreven is het Waldorf Astoria Hotel in Amsterdam. Het bevindt zich in 6 monumentale grachtenpanden uit de 17e eeuw. Binnen bestaat het uit 93 hotelkamers, stijlkamers, monumentaal trappenhuis en diverse andere ruimte in verschillende stijlen. Buiten is het 6 verschillende panden en binnen is het één mooi geheel waar wij het complete schilderwerk van verzorgd hebben. Wij hebben hier gedaan het binnenschilderwerk. Dat bestaat uit nieuw werk, bestaand werk, imitatiewerk, restauratiewerk, het opnieuw vernissen van schilderijen, het herstellen van goudlijsten om de schilderijen heen en plafonds in de receptie die ook gerestaureerd zijn. Met de start van het binnenschilderwerk zijn wij 1,5 jaar geleden begonnen. En op het eind hebben er 34 schilders gelopen en 6 behangers om het heel op tijd klaar te krijgen. En het hele project hebben we gemiddeld met een man of 6 hier gelopen. De Nationale Schildersvakprijs 2014 zou wat ons betreft dit project mogen winnen. Omdat het zo divers is met al het schilderwerk wat wij hier gedaan hebben. Binnen, buiten, diverse soorten imitatie, herstelwerk, wandbekleding, spuitwerk, vloercoating, glasherstel. En ook vanwege het imposante project en de veelzijdigheid vinden wij dat dit project de Nationale Schildersprijs 2014 verdient.